Hi, hi, stier. Leuk je kijken in de Korte Weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 38. En dat is van maandag 19 september tot en met zondag 26 september. Dus aan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week voor jou een week is, stier, waarin er een overwinning is, maar waarin er ook een stuk is waar je je gekwetst gaat voelen. Dus aan de ene kant heb ik het idee dat je heel erg voor jezelf opgekomen bent, maar het betekent wel dat je nogal fel kunt zijn. En dat felle, dat zorgt er eigenlijk bij een ander voor, maar ook bij jezelf, dat het eigenlijk niet goed voelt. En toch heb je het idee dat je het niet anders hebt kunnen doen, dat je jezelf hebt laten horen, maar deze week lijkt je nogal fel te zijn in het stuk wat je neer wilt zetten. En ik heb het idee dat er daarnaast dus ook nog een stuk is waar je echt wel het gevoel hebt dat je voor jezelf gekozen hebt. Dus dat is een stuk waar je sterk van in je schoenen gaat staan. Maar het kan wel betekenen dat je daar dus best wel pittig naar de omgeving bent. Dit was weer de Korte Weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.